dinsdagavond aardig druk in Hoevelaken in zaal 2 in De Haan. Omdat u daar een beursvloer introduceerde. Wat is de bedoeling van die beursvloer? De beursvloer is opgericht om lagen in de maatschappij bij elkaar te brengen. In 1997 is er een vrijwilligersorganisatie gestart met het samenbrengen van verschillende lagen in de maatschappij, in dit geval bedrijfsleven en de sociaal-maatschappelijke instellingen. En de bedoeling is dat die twee lagen matches met elkaar creëren. En een match is, een vereniging heeft een behoefte aan hulp. En een bedrijf zegt vanuit het maatschappelijk bewogen ondernemen, dit kunnen wij bieden. En die twee vragen en aanbiedingen, die komen tezamen op de beursvloer op 10 oktober. Het is een soort vraag- en antwoordspelletje. Nou, het is geen spelletje, want ik denk dat de instellingen het heel serieus nemen, want het is voor hun heel belangrijk. En tegenwoordig is maatschappelijk betrokken ondernemen ook heel belangrijk voor bedrijven. Een bedrijf is niet meer alleen bezig om alleen maar winst te maken. Je wil ook iets voor de maatschappij doen. En dat wordt serieus genomen, weliswaar in een heel ontspannende sfeer. Ja. Wat me opvalt is dat het beursvloer Hoevelaken is en niet de beursvloer gemeente Nijkerk. Ja, de bedoeling is dat we dit als een soort pilot zien. Als dit slaagt en ja, als u vanavond heeft rondgekeken dan zijn de signalen positief. Dan gaan we volgend jaar proberen om het met Nijkerk samen te doen tot één beursvloer Nijkerk Hoevelaken. En dat bedoelt u met Nijkerk Lions Nijkerk? Sorry? Dat bedoelt u met Nijkerk Lions Nijkerk? Dat zou kunnen, ja. Dat moet niet per se. Dat moet niet, maar dat zou wel de meest voor de hand liggende oplossing zijn. Maar we hebben nog niet gesproken met elkaar erover, maar dat is wel onze insteek. Wanneer is voor u die beursvloer in oktober geslaagd? Wanneer we 50 matches hebben. En heeft u er nu al? Nee, die hebben we nu nog niet. Nee, dat wordt pas in oktober duidelijk of dat lukt. Ik denk dat we er nu in zijn geslaagd om veel vragen te creëren. Nu moet die andere kant, de bedrijven, die moeten inspelen daarop. En het kan ook zijn dat één bedrijf meerdere zaken aanbiedt. Ik had eigenlijk wel verwacht dat het niet in De Haan, maar bij Intres zou zijn. Dat is toch ook een soort van beurs? Ja, dat hebben we wel overwogen. Ja, ja. Dat hebben we wel overwogen. Maar we hebben hier een prachtig centrum voor de bevolking hier in Hoevelaken. En daar maken we graag gebruik van.